aanwezigheid. Het is de fucking most warm. Oh, sorry. Het is de warmste dag van het voorjaar in Amsterdam. Dus ik heb tegen de cateraar gezegd: Paul, luister, we hebben drank nodig. Meer drank dan normaal. En dat gaat goed komen, toch? Iedereen? Ja. Oké, wij zijn super trots dat jullie hier vanavond zijn. Maar nog meer trots dat wij vanavond Loes en David een duo-expositie hebben. Loes en David zijn hier vanavond, daar zijn we super trots op. Kort verhaal, Cobra Art houdt van contrasten. Cobra Art is een gallery, al meer dan 30 jaar. Wat wij doen is, wij slingeren van pop art, de urban art, van black and white naar artistic nude, van schilderijen naar fotografie. En vanavond wilden wij een soortement contrast laten zien tussen pop art with a comic twist. Loes? Comics. En a twist of David's work. David is a photographer from New York. He works for many famous magazines like Elle and The Vogue, but his personal project is the butterfly. So the contrast between Loes as a pop art artist and comic and David is exactly where Cobra stands for. We like to have the clash between these two great artists. So, to not speech too long, I want to have one question to first Loes. Loes. Happy birthday! Happy birthday! Jou één vraag en ik stel David één vraag. Loes, de vraag aan jou is: waarom Cobra? En Cobra is vet, man. Ze staan op nummer 1. Ik was super en mooi boy natuurlijk. Dus ik ben weer ouder en ze net. Ik ben totaal fan. Plus de collectie die Cobra exposeert is super vet. Ik was aan het denken, want ik was zo druk met hun werk en nu is het eindelijk reality voor. Dank, waar is Roy? Waar is Roy? Dankzij Roy, Roy heeft me voorgesteld in deze gallery en ik was zo dankbaar! Yes we can! Yes we can! Okay, so David is a lot of Dutch, but now I have one question for you. Why Cobra? Why you want to expose for the first time out of the US, in Europe, in Amsterdam, with Cobra? And don't tell me because of Jeanette, because she's your biggest fan, right? Yeah, high five! Okay, you guys are the shit. In your terms. I'm so appreciative of your gratuity and you guys having us over here. It's just an amazing